snel over naar het derde onderdeel. In gesprek met, heet dat. Roland en Jolan, jullie gaan in gesprek en we gaan zien wat jij te vertellen hebt, Jolan. Ja, dankjewel Dieke. Ja, Jolan, allereerst natuurlijk ontzettend bedankt en ook dat je hier bent. En ja, dat je het verhaal van, goh, wat betekent nou de cijfers van Ruud, de beleving van mannen. Maar goed, hoe is dat voor jou gegaan? Misschien zou je eerst, kun je jezelf eerst kort voorstellen en dan kijken hoe je situatie, zeg maar, voor het vertrouwensexperiment was. Eerst hoe het ervoor was. Ja. Ik ben 57 jaar. Ik heb een dochter die nu op zelfstandig woont. Ik heb een leraaropleiding gedaan, teken en textiel, kunstacademie, theatervormgeving en creatieve coachopleiding. En altijd baantjes gehad naast de uitkering. Mm-hmm. Maar altijd stomme baantjes. Ja. Baantjes bedoel je die niet helemaal aansloten bij wat ik eigenlijk in me heb. Prachtige talenten die je allemaal noemt. Ja, het is niet dat ik het niet. Ik kan het wel. Ik kan ook in een winkel staan. Maar het frustreerde dat ik niet iets kon doen met mijn opleiding. En ik ben in de tijd afgestudeerd dat iedereen werkloos was. Of geen werk kon vinden in de jaren 80. 80, ja, ik ken het, ja. En, het duurt soms wat langer. Ja, maar ik ben ook heel erg bezig geweest met zelfontwikkeling. En van hoe zit ik in elkaar? En dan heb ik met het vertrouwensexperiment met Wannes ook heel erg gehad. Van hoe werkt het nou bij mij? Mm-hmm. En als ik echt heel eerlijk ben naar mezelf, kan wel dingen roepen, maar is dat ook echt zo? En de allereerste keer dat ik bij Wannes kwam, ja, misschien heb je een andere versie hoor, maar ik had echt het idee dat jij zei van, hoe gaat het? En dat ik zei, ja goed. En dat jij zei, nee, maar hoe gaat het echt? En dat ik dan moest huilen. En dat is zo fijn. En ook heftig en ongelooflijk mooi. Ja. En hoe ben je dan precies in dat, je schetst een situatie van af en toe banen, of wel of niet? Of? Ja, al 3 jaar en dan moet ze een vast contract aanbieden. En dat doen ze niet. Weer, en dan weer iets anders. Dan is je een half jaar ergens anders of bij het UWV en dan weer terug. Nou, ik heb een heel kort echte uitkering. Of hoe noemen we dat? BW gehad. Helemaal. Ik heb altijd wel baantjes gehad. En hoe ben je dan in dat vertrouwensexperiment terechtgekomen? Ja, toch door de krant. Volgens mij heb ik een artikel in de krant gelezen toen dat het zou komen. En ik ben een fan van Rutger Bregman. Ik geloof heel erg in het basisinkomen. En dat had er toen mee te maken, heel erg. Ja. En ik heb me toen aangemeld. En na een tijd toen, ik denk dan die tweede golf waar jij het net over had, dat jij mij belde. Ik zat niet bij vanaf het begin erbij. Nee. En toen, en zo is het gekomen. Ja, ik ben gewoon, want er werd echt geworven, zeg maar. In ieder geval, mensen konden zich aanmelden voor het experiment. Dat maakte waarschijnlijk achteraf gezien toch nog wel uit, zeg maar, hoe het experiment ook qua effectiviteit is verlopen. En, tenminste, daar schetste Ruud. En hoe was dan die relatie met de gemeente? Eigenlijk, dat was een beetje op de achtergrond wat jou betreft, in jouw situatie. Daarvoor? Ja. Nou, angstig, gefrustrerend en machteloos. En ik wilde bijvoorbeeld cursussen geven. Ik kwam van mezelf initiatief. Ik zou heus wel stom werk willen doen, maar dan ook zinnig werk. En het was eigenlijk niet mogelijk. Als ik dat wilde doen, dan zou het zo ingewikkeld worden met geld. En dat moet ik zeggen. Mm-hmm. Van het kastje naar de muur. En ik kreeg ook van de Belastingdienst vaak geld. Een rekening dat ik zoveel geld moest betalen. En dan ging ik naar de werkgever. En die zei dan, nee, je moet bij de gemeente zijn. En de gemeente zei, je moet bij de belasting zijn. En de belasting zegt, je moet bij de gemeente zijn. En dan, volgens mij veel bij de smeedskring, bij de studenten gevraagd of ze advies hebben. Bij juridisch loket, bij de gemeente dus. En had je dan daarin dan een vast aanspreekpunt? Nee, het verdampt. Voor mijn gevoel verdampte het dan. Dan duurde het zo lang dat ik dacht van oké, dan betaal ik maar de €400. Die stress is me niet waard. Maar dat is wel frustrerend. En het voelt niet eerlijk. Ja, het is niet eerlijk, maar het voelt. Ja. Dus als maar ik doe toch mijn best. Wat doe ik verkeerd? Wel, hè, zo. Ja.
Nou ja, dat is blijkbaar, we hebben ze een idee over wat voor jou passend is. En dat is dan wat je eigenlijk zou moeten volgen. En dat is eigenlijk precies, denk ik, wat Ruud net aangaf. Van, dus dat die keuzevrijheid, van, dus dat je eigenlijk veel meer ruimte krijgt van wat je zelf zou kiezen. Ja, dat merk je daarna met vertrouwen. Ja, ja. Maar ook dat, toen ik bijvoorbeeld bij de Schouwburg werkte, dan kreeg ik elke keer mijn loonstrookje, maar elke eind van de maand pas. Maar elke maand kreeg ik een brief, u bent niet op tijd, want u hebt de loon niet. En dan word je gekort of opgeschort of woorden die niemand gebruikt. Ja, ja. En dan denk ik, ja, kan ik toch niks aan doen? Het Schouwburg mij later uitbetaald. En dat gevoel, die stress, ik ben heel stressgevoelig, dus dat heeft veel invloed op mijn leven. En toen ben je in dat vertrouwensexperiment ingerold. Ja. En hoe was dat voor jou? Ja. Je zei net al iets van, ja, goh, dat was een soort, dat was bijna een emotionele ervaring. Het voelde als dat iemand luistert. Hoe fijn is dat? Mm. Ik denk dat iedereen het wel fijn zou vinden. En ik heb het idee dat het wel eens doorpakte. Dus als ik dan iets zei, dat hij zei, hoe dan of hoezo dan? Ja. Waardoor de vraag achter de vraag. En dan kun je dan, de gesprek is misschien niet heel lang, maar dat blijft dan in je hoofd langer doorcijpelen. En dan ineens sta ik onder de douche en denk, dat is het of zo. Dat heeft gewoon eventjes nodig om te bezinken. Mm. En het geeft ruimte in mijn lijf, zo fijn. Ja, ja, dus het zijn ook de oprechte vragen. Hè? Ja, ja. De oprechte interesse van, goh, hoe is het met je? Hoe is het echt wat je eigenlijk erin zei? Ja, want ik denk dat, ik heb ook een coachopleiding gehad. Ik denk dat de waarheid in de mensen zelf zit. Wat op welk gebied dan ook, het antwoord zit in jezelf. Maar luister er maar eens naar. Hè? Dus vaak zit je vast, ja, maar de baas wil dit niet of dit of de gemeente. En denk, ja, maar wat is nou echt zo? Hoe zit het nou echt bij mij? En, Je bent expert over je eigen leven, hè? Sowieso. Ja, ik denk niet dat iemand anders van bovenaf kan zeggen, dit moet je doen en je moet een baan. Ja, dat weet iedereen wel. En hoe verliepen dan die gesprekken? Want Wanders die stelt vragen, maar deed hij dan, stelde die nog meer dan vragen? Waren er ook doelen of huiswerkopdrachten of juist niet? Ik denk dat ik mezelf ook huiswerk opgaf. Ja, ja, ja. Dat ik zelf, want ik wilde ook goed voor de dag niet slijmen of zo. Ja, ja, maar ik wil het ook heel graag uitleggen hoe het bij mij in elkaar zit. En dat maakt het wel concreter. Of moet ik zeggen, meer dat niet meer zo wazig wordt. Ja, bedoel, mijn vrienden, focus. Focus, dat bedoel ik. Dat het, en ondubbelzinniger. Dat ik, en ik heb het ook, mijn moeder is altijd een goede graadmeter, heb ik het uitgelegd en dan zei oh, nou snap ik het. En als zij het snapt, dan voor mij is het dan wel logisch. Maar hoe vaak had je, hè, we hadden zijn even gewoon eens in de twee maanden of zo, of maar was dat frequenter of varieerde dat? Of soms varieerde, ik weet het niet, ik kan het niet zo zeggen. Nee. Wel meer dan 6 keer per jaar. Wat we nodig vonden. Ja. Ja. Ja, dat is ook wel wat minister Donner destijds zei, hè, van in, niet iedereen hetzelfde, maar iedereen het zijne. Ja, ja, zeker. Ja. Dat was, dat was ervoor. Ja. Dat was, zo liep het. Ja. Daar kunnen we nog, misschien wel over door. Maar hoe is het nu? Want je staat nu hier. Ik heb een grote mensbaan voor het eerst van mijn leven. 57 jaar en ik heb altijd stom werk gedaan. En nou, nou heb ik een baan waar ik alles in kwijt kan. Ja, vertel eens meer. Ja, het klinkt niet of, je doet het experiment en dan is je leven geslaagd. Maar ik kan nu heel veel in kwijt. Ik kan mijn creativiteit in kwijt. Ik werk als zo'n welzijnscoach in een huis voor oudere mensen. Okay. Oudere mensen. En ik ben bezig met de medewerkers, de bewoners, het welzijn van de bewoners, de vrijwilligers, de familie en de hele organisatie. Mm-hmm. Ben ik ook nog in bedenken hoe het allemaal moet. Dus ik heb een creatieve geest. Yeah. En daardoor voel ik me heel rijk. Ik zou willen dat iedereen dat had. Maar in het de rat race van de wereld zoals die in elkaar zit, is dat heel moeilijk. En hoe krijg je dan, vertel eens, hoe zit dat dan met die vaardigheden, die talenten die je hebt? Hoe gebruik je die dan? Die creativiteit in dat werk, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Nou, eigenlijk ook wel weer toch, ook door een soort vertrouwensexperiment, op een coaching manier door te luisteren en drie stappen terug te zetten
En de tijd ervoor te nemen, want het duurt 10 keer langer dan wanneer ik zeg doe eens dat of dat zou handig zijn. Maar op de lange termijn, ik geloof meer in de lange termijn. En ik geloof, ja, wat ik net zeg, dat in jezelf het antwoord zit, of de bedoeling zit, of je weet ik. Als ik een medewerker heb die met een bewoner een rolstoel pakt zonder te vertellen, en die gewoon pakt iemand bewoner gewoon, we gaan nu dat doen, nog niet eens, niks zegt, gewoon dat doen. Denk ik, ja, je probeer je in te leven in die bewoner, die zit in een stoel, ja. En die zit met gedachten echt, en die wordt ineens weggetrokken. En dus, mijn bedoeling is dan dat ik die medewerker zover krijgt dat die het in kan leven in de bewoner. Ja, eigenlijk zeg je gewoon, het perspectief van die bewoner, dat is, daarin ga je in mee. En niet het perspectief van de professional, ja, zeg maar. Ja. Ja, wat is belangrijk, de bewoner? En dan, ja. Wat past bij iemand? Het is bij iedereen anders, dus sommige mensen kunnen misschien wel zo wegtrekken, weet ik niet. Ja. Maar, ja, dat heeft alles te maken met wat Ruud en de Wanne natuurlijk ook zeiden, hoe het dan met die keuzevrijheid zit. Hè? Van dat, dat geldt voor die bewoner, dat geldt voor jouzelf. En respect. Dat je iemand in zijn waarde laat. Lijkt me een van de grondbeginselen van dat je mensen in een waarde laat. En, mijn perspectief? Ja, ik vind dat wel interessant. Want ik heb aan de overkant van de tafel, of soms naast het, was nog geen corona, zaten naast elkaar, gezien. En je moet moeten kijken wie heeft wat nodig. En Jolan hoefde ik niet te motiveren, niet in beweging te krijgen en eerder remmen. Dus dan ga ik op een andere manier met iemand om. En daar zat voornamelijk de begeleiding in het relativeren. Soms remmen, kanaliseren, maar ook luisteren. Ja. Maar het proces waar jij nu bent, dat is heel aan jezelf te danken. Nou ja, en dat ik een klankbord had. Juist. Hè? Want ik kan wel tegen iedereen roepen. En, maar bij jou was het toch omdat ik kon meer voeten, hoe noem je dat? Meer fundamenten aangeven. Ja, net noemde je dat eigenlijk een soort focus. Hè? Dus dat je preciezer weet wat je ging doen. Hè? Dus ja, toch? Ja, dat denk ik ook. Ja. En eigenlijk zegt Wanners, eigenlijk van, goh, het is niet zo van, de mensen komen in beweging op perspectief. Of dat nou vaag is of meer gefocust, dat maakt eigenlijk, perspectief is eigenlijk waar het over gaat. En dat, dus dat had je blijkbaar altijd, tenminste zo begrijp ik het. Ja, zeker. En het was eigenlijk meer een soort focus aanbrengen. De vorm niet. Ja, maar dat je, als je een uitkering hebt en een baan een oplossing is, ja, dat weet iedereen wel. En dat hoeft echt niemand te vertellen. Ja. Je interne criticus doet heel hard zijn best, hoor. Maar anders dan krijg je dus de baan die de begeleider voor je wil. Ja, in plaats van dat wat je zelf. Hè, dus je moet echt op langere termijn kijken. En dat duurt gewoon even. Ja, dat zijn wel de verhalen. Hè, als je nadenkt over vertrouwen en vertrouwensexperimenten. Van dat een gemeente de ruimte biedt, hè, om die weg te zoeken. Ja. En daar, dat is toch wel van, goh, dat daar een kwaliteit in de coaching op zit, dat is natuurlijk ook van belang. Ja. Maar dat het je eigen verhaal is en dat het idee van passend werk, dat is, dan gaat de gemeente bepalen wat passend werk is, maar dat passend werk is iets wat je zelf. Jij bent de expert van je eigen bestaan en kan dat dan ook aangeven. Ja, zou dat niet bij iedereen, heel veel mensen zo zijn? Ik denk dat het bij iedereen zo zit. En dat denk ik zeker. En daarom is jouw verhaal ook zo mooi om te horen, omdat dat echt exemplarisch is voor hoe het eigenlijk zou kunnen. En waar we volgens mij ook heel erg naartoe zouden moeten, met z'n allen. Ja, maar ook mensen die al een baan hebben, hè? Precies hetzelfde. We hadden het er heel even vooraf, we hadden het nog over, hè, van goh, dat zoveel. Hè, dus we weten ook dat heel veel mensen die in wat lage, hè, wat jij noemt, stomme baantjes zitten. Maar de mogelijkheid om eruit te komen, die is er. Want dan moet je misschien wel toch wat opleiding doen of weet ik het wat. En die mogelijkheden zijn eigenlijk zo beperkt. Ja. Eigenlijk door alle efficiëntie die we in Nederland hebben gebracht, betalen we uiteindelijk de prijs aan het eind. Ja. Het is zonde dat mensen dan onder een niveau allemaal blijven zitten. Of allemaal. Ja. Ik heb voor mijn werk wat ik nu doe, heb ik als streven dat mensen, medewerkers, kunnen doen waarvoor ze in de wieg zijn gelegd. En op alle gebieden. Dat kan ook schoonmaak zijn, hoor. Als iemand zegt, dat is slim om de gordijnen op die zoveel graden te wassen of zo. Fantastisch. Ja. Ja.
Ja, dus dat, ja, dat nou breng je me ook wel op het punt, of als dat nog kan, van het perspectief van, goh, hè, want je zegt, ja, goh, ook nog wel verder. Hmm. Hoe ziet dat verder er voor jou uit dan? Maar geen idee. Ik ben nooit over de toekomst. Want ik wil natuurlijk de hele wereld veranderen, maar dat nou, dat is in ieder geval een ambitie. Ja. Ja, nou, kijken hoe, je, hoe dan, hoe die... Ja, ik geef me... ja. Hoe dat dan loopt. In, ja. Nou. Oh, ik wil nog iets leuks vertellen, want ik had... op een gegeven moment had jij zoiets van... Of ik weet niet meer hoe het kwam. Ik dacht van, wat zou voor mij de ideale opdracht zijn, hè, als vormgever? En toen heb ik ook over nagedacht, dacht ik, de voorkant van een boek, de cover van een boek... En dan niet van, oh, het gaat over bloemen, er moet een bloemetje op. Maar wat heeft de schrijver mee bedoeld? Een beetje dieper, hè? Ja. En toen was er net iets bezig, toch? Toen was een boek voor de gemeente en mocht ik de kracht van maken. Dus daar ben ik. Ja. Nou, prachtig verhaal. Dank je wel voor, ja, het is exemplarisch voor de verhalen, denk ik, die Ruud en Wannes... hebben verteld en ja, dat onderbouwt helemaal wat met, het belang van hoe dat met dat vertrouwen nou eigenlijk zit in deze samenleving. Dankjewel. Ja, dank je. En jullie super bedankt, hè, voor het initiatief en alles. Ja. Dank jullie wel. Dank Jolan voor je persoonlijke toelichting, je persoonlijke verhaal. Echt heel mooi en het illustreert ook echt wat Wannes heeft verteld en Ruud daarvoor. En dank Roland voor het vragen stellen en het meedenken. Ja. En dan gaan we nu